Welkom en leuk dat u kijkt. Dagelijks onderhoud is belangrijk om uw boormotor in topconditie te houden. In deze video geven we 4 tips voor dagelijks onderhoud aan uw boormotor. Tip 1. Controleer dagelijks het oliepeil. Hang hiervoor de boormotor eerst veilig in verticale positie. Draai daarna de pijlplug uit de boormotor. Wanneer er olie uit de opening stroomt, dan zit er nog voldoende olie in. Zorg ervoor dat u de olie opvangt in een bak. Stroomt er geen olie uit de opening, dan moet u olie bijvullen. Zorg ervoor dat u de juiste olie gebruikt. Welke olie u hiervoor moet gebruiken en waar u de olie bij kunt vullen, vindt u in de instructiehandleiding. Tip 2. Ververs na 50 draaiuren de olie. De boormotor is na 50 uur namelijk helemaal ingewerkt. Mogelijke bramen in de motor zijn nu afgesleten en zitten in de olie. Door de olie te verversen, verwijdert u de bramen. Zo voorkomt u dat ze schade veroorzaken aan de motor. Gebruik voor het verversen van de olie de aflaatplug en de vulopening. Na de eerste keer ververst u de olie om de 4 maanden of 200 werkuren. Tip 3. Smeer wekelijks het hulpstuk en het scharnierpunt van de grondboor. Doe dit met de vetspuit die bij de graafmachine hoort. Pomp net zo lang totdat het vet weer naar buiten loopt. Tip 4. Overmatig versleten tanden en boorkoppen kunnen schade veroorzaken aan de adapter van de boorvijzel. Controleer deze dus regelmatig. Kijk voor de slijtwaardes in de instructiehandleiding van de boormotor. Vervang tijdig uw tanden, want met scherpe tanden werkt u sneller en duurzamer. Tot zover onze tips. Kijk voor meer informatie over onderhoud aan uw boormotor in de instructiehandleiding. En wilt u een video zien waarin u tips krijgt over het werken met een boormotor? Klik dan op de kaart die nu rechtsboven in deze video verschijnt. Bedankt voor het kijken. Vond u deze video nuttig? Vergeet niet te liken en kijk voor meer van dit soort video's op ons YouTube-kanaal. Werk ze!